In de serie De Krimp van Brabant laten we zien met welke problemen kleine kernen in onze provincie te maken kunnen krijgen. Bijvoorbeeld als de pinautomaat in het dorp verdwijnt. Mensen vragen mij, wat moet je in Drimmelen? Drie studenten onderzoeken de leefbaarheid op het Brabantse platteland. Wie zit er in groep 8? Dit is de Krimp van Brabant. Dus als de school hier weg zou vallen, is meteen heel de buurtgemeenschap onderuit gehaald. Hey, de laatste pinautomaat verdween uit Stampersgat. Dat is niet echt handig voor de mensen die afhankelijk zijn van anderen om in een ander dorp te komen, toch? Ja, of je staat gezellig op zaterdagavond in de dorpskroeg en dan moet je ineens naar huis omdat je contant geld op is. Lijkt me ook een beetje vervelend. €3,10 alsjeblieft. Misschien 10 cent bij André. Hier stond de enige pinautomaat van Stampersgat, maar per 1 januari is deze weggehaald. De inwoners kunnen hier dus nergens meer pinnen. Ja, dankjewel. Dat is zwaar waardeloos. Waarom is dat zo zwaar waardeloos? Nou, als ik dadelijk moet geld hebben, dan moet ik naar Gastel of van Dinkeloord. Ik heb al aan de bank gevraagd of ze het willen komen brengen. Er zijn veel mensen die geen auto kunnen rijden. Die moeten toch, als er iemand aan de deur komt, moeten ze toch geld in huis hebben. Want bij de bakker kan je niet pinnen, bij de slager kan je niet pinnen, tenminste als die komt niet. En u verwacht niet dat omdat er een pinautomaat uit Gastel is, dat mensen dan ook daar hun boodschappen gaan halen? Ja, dat hoop ik natuurlijk niet. Kijk, die mogelijkheid is er natuurlijk altijd. Als ze zeggen van ja, ik moet toch naar Oud-Gastel om te pinnen, dan neem ik het daar maar gelijk mee. Nou, meneer de Slager, de pinautomaat in het dorp is weg, hè? Ja, dat klopt. Ja. Dus ik heb er nu zelf maar eentje aangeschaft. Wat heeft u dat gekost? Bijna €1500. Nou, dat is flink een aanschaf. Ja, wij hebben dus onze hypotheek ook vroeger bij de Rabobank gehaald. En wij zijn de generatie die gezorgd hebben dat we dat netjes afgelost hebben. En dat de Rabobank al zijn geld teruggekregen heeft. En nou gaan ze geld uitleen aan de Rabobank en dan krijgen ze niet meer terug. En dan worden wij nog gestraft. Zonder contant geld kun je nog steeds niet. Hè. Het is maar een collecte of je gaat even naar de café of naar de plaatselijke supermarkt. Dan zijn die oude mensen die pinnen en dan gaan ze contant betalen. Nou, ja. En wat is er daarna gebeurd in het dorp? Het dorp is op de achterste benen gaan staan. Wij waren heel erg teleurgesteld en als eerste hebben wij een handtekeningactie gedaan. Op een dorpje van 1200 inwoners hadden wij op één avond tijd meer dan 800 handtekeningen. Nou ja, ze begrepen het wel dat wij eigenlijk wel boos waren dat de pinautomaat zou verdwijnen. Maar puntje bij paardje kwam, bleef ze toch bij zijn beslissing. Hallo. Hallo. Mag ik van u 2 cola en een bier alstublieft? Ja hoor. Cola is voor de dames. Ja, voor de dames. Proost. €6 bij elkaar alsjeblieft. Oké, nou, deze krijgen jullie van mij hoor. Dankjewel. Ik heb alleen geen contant geld meer. Weet u waar de pinautomaat is? Deze bij zijn is ons Gastel. Alsjeblieft. Ja, we wisten natuurlijk dat het niet fijn was als een pinautomaat verdwijnt, maar dat mensen er zo mee zitten had ik eigenlijk ook niet verwacht. Ja, maar het treft ook echt alle leeftijden, van jong tot oud, dat merk je wel. Ja, we moesten best nog een eindje rijden om dat biertje te kunnen betalen. Ja. Ja, het is gewoon ontzettend onhandig. Geen pinautomaat.